Ze verstapt zich. Vervolgens zakken die twee pumps in de grond en valt ze met zo'n noodgang op de grond dat alles nog natrilde. Ja, hallo, ik ben Jelle en ik speel Elias in de serie 30ers. En ik ben Leonor en ik speel Lot. En ik ga nu een paar vragen stellen en dan kunnen jullie ons beter leren kennen. Nou, wat leuk. Wat is het spannendste dat jouw personage dit seizoen gaat meemaken? Nou, het spannendste is toch wel of de inseminatie van de zaad van Alex en mij, wat we inbrengen bij onze beste vriendin Nora. Ja. Of dat ook lukt. Ja. Dat vind ik behoorlijk spannend. Ja. Nou, Eva, onze relatie, daar gebeurt van alles spannends. Ja, ik ga een hele belangrijke vraag stellen aan Saar. Ik denk dat het spannendste is dat de vraag is of het gaat lukken. Wat dat dan ook is. Mijn spannendste moment, of mijn grootste wens die ik al jaren koester, binnen onze vriendengroep ook, maar ook binnen mijn relatie, of het nou eindelijk eens een keer gaat lukken. Ja. Ja. Wat was het grootste probleem van jouw personage vorig seizoen? Het grootste probleem was dat ik nog een kind wilde, maar met Ed was en Ed wilde dat niet. En daardoor zijn we uiteindelijk uit elkaar gegaan, maar niet door gebrek aan liefde. Dat wil ik wel echt nog even benadrukken. Er zijn zoveel problemen. Hadden jullie toen al kinderproblemen? Nou, problemen. We wilden het liefst een kindje van onszelf. Dat is wat we wilden. Ja. Ik denk mijn grootste probleem was het pleegouderschap. Nou, die van mij is wel obvious, want ik had een mega geheim voor jou. Welk ander personage zou jij graag willen spelen? Saar. Saar vind ik een leuke rol. Nou, ik zou jou eigenlijk wel willen spelen. Ja! Ja, oh ja, dat snap ik want wel. Want ik ben natuurlijk nu best wel overbezorgd en een control freak en alles regelen en met alles bemoeien en iedereen bij elkaar houden. Terwijl jij bent gewoon lekker toch op jezelf, het autonoom, tegenovergestelde. Zorgeloos, feestend. Ja. Ik zou wel Bart willen spelen. Ik vind Saar interessant. Die heeft veel grilligheid, heeft altijd wat te spelen. Ik zou ook Saar kiezen en wat ik er ook heel leuk aan vind is dat ze heeft en hele mooie dramatische lijnen en ook gewoon hele grappige lijnen. Het is leuk voor de mensen thuis om te weten dat als Leonor Koster en Eva Lorenzen, alias Lot en Saar, samen op de set zijn, dan wordt er nauwelijks nog Nederlands gesproken. Nee, die klopt. Twee die praten continu in Engelse typetjes. Moest ik ook aan wennen. Schots, Iers. Mijn favoriet is de California girl. Is ja, maar love it. Ja, doe ze. Dat gaat de hele dag zo door. Je wordt knettergek, maar het is fantastisch. Wat was dit seizoen het leukste moment op de set? Oh ja, het leukste moment wat ik eigenlijk hilarisch vond. Maar dit zijn wel details, maar moest ik gewoon heel erg om lachen. Het is natuurlijk een set, het gaat over fertiliteit, het gaat over vruchtbaarheid. En op een gegeven moment hadden we voor de set hadden we een... Nora moet op een gegeven moment een ovulatiestick plassen. En dat moet dan een smiley geven en dat filmen we dan. Maar goed, die smiley moet dan natuurlijk wel oppoppen en dat kan je niet erin tekenen met een pen. Dus iemand moet echt over die stick plassen. En die moet op dat moment ovuleren om die smiley op die stick te krijgen. Dus ik heb de taak. Dus Justus is de hele middag gaan plassen, ovuleerde toevallig. Ja, eigenlijk altijd. Ik ovuleer eigenlijk altijd. Nee, maar het feit was wel dat we ongeveer alle vrouwen, inclusief crew, die dag zijn afgegaan in de hoop dat iemand een smiley had. Ik bleek uiteindelijk de smiley te hebben. Dat was wel heel grappig. En toen heb ik wel in het zethuis helaas dat potje met de plas erin in het nachtkastje gezet, maar dat is een sethuis, dus dat wordt dan gehuurd, maar daar woont eigenlijk iemand. En die persoon kwam 3 dagen later thuis en deed een nachtkastje open en zag zo'n potje met zure plas daar staan. Ik denk, top. Wat is dit? Daarnaast waren er kwakjes geprepareerd waar zaad in moest zitten, want jullie moesten zaad in potjes doen, ook voor het fertiliteitstraject. En die waren ook ergens achtergebleven. Dus die vrouw kwam terug in haar huis, vond eerst in een nachtkastje plas, toen potjes met iets wat op yoghurt / zaad leek en dacht, welke fuck is hier gebeurd? Ik zie hier gedraaid. Dat vond ik wel heel grappig, maar goed. Dat dus. Dit weten we alle drie, want dit is nog maar heel kort geleden. Toen waren we een hele verdrietige begrafenis aan het rijden, want er komt ook een begrafenis langs. Nou, en er kwam een moment, speeches zijn geweest en iedereen was mega gefocust en dat voor iedereen was ook echt aan het huilen. Het was echt een mooie scène aan het worden. En op een gegeven moment gaan alle personages dan een roos op de kist leggen. Ik liep zeg maar met Liekele naar het graf om een bloemetje neer te leggen, maar ik kreeg zulke hakken.
Zat ik zo'n mooie jurk aan en wij vrouwen stonden natuurlijk weer allemaal op pumps, maar het was zachte grond. Dus op een gegeven moment loopt ze weg, helemaal in dat verdriet. En ze verstapt zich. En toen gingen mijn hakken zo in de grond. En valt ze met zo'n noodgang op de grond dat alles nog natrilde. En al die spanning van iedereen kwam eruit. Het was zo grappig. Ja, was die slappe lach duurde zo lang en vooral bij haar. Ik wist ook niet of ik moest huilen of lachen. Het gebeurde allebei. Welke actie van je personage zou je nooit nadoen? Ik zeg altijd, ik zou nooit vreemd gaan. Dat vind ik gewoon, ik heb het wel eens meegemaakt aan de andere kant van de lijn en ik weet hoe kut dat is. Don't do it. Ik zou nooit met een type als Bart gaan. Snap ik. Nee, punt. Ik ook niet. Inderdaad, dat hebben wij toch echt gemeen. Ik voel toch een beetje kut, terwijl ik echt Bart niet ben, maar ik snap dat heel goed. Ja. Ik zou niet heel gauw een trio hebben met Mingus Dagelet en Justus van Dillen. Het was wel heel gezellig, maar ik zou het voor mij persoonlijk heel onverstandig vinden. Ja. Welke levensles heb je geleerd van je personage? Jij kijkt mij aan, merk ik. Kijk jou aan. Ik ga even nadenken. Ik zou bijvoorbeeld niet in de eerste paar seizoenen was ik dan zo aan het wegrennen van mijn gevoel, van de problemen. Zeker rondom de Alzheimer van mijn moeder. Weet je nog, zijn jullie mij gaan zoeken? Nee, jullie zijn mijn moeder gaan zoeken, omdat ik laveloos in bed lag. Ja. Dat je zo ver weg gaat van jezelf, omdat je gewoon niet meer wil voelen, dat is een les, dat zou ik nooit doen. Nee, ik heb ook ik heb echt van Pieter geleerd dat angst een slechte raadgever is. Van Bart valt er niet zo heel veel te leren, vind ik zelf. Ja, je kan van iemands fouten zeker wel leren, maar ja, welke les haal je daar dan uit die je niet al weet? Zo van, ja. Dat je op de blaren moet zitten als je zelf de fouten maakt. Hij denkt dat hij overal mee wegkomt, maar dat komt hij niet. En communiceren. Gewoon in welke relatie dan ook. Communicatie is wel het belangrijkste. Daar is Bart niet heel goed in. Ik vind de verschillende manieren waarop families geconstrueerd kunnen worden, heden ten dagen, vind ik interessant. Daar heb ik veel van geleerd. Dat hele traject met een pleegkind en... wat de uitdagingen daarvan zijn en wat de mooie en ontroerende kanten daarvan zijn en wat de confronterende kanten daarvan zijn, dat vind ik wel leerzaam en heel interessant. Nou, dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Kijk allemaal naar Dertigers op NPO+. En ik hoop dat je nu weet wie Leonor is. Leonor. Dit is Leonor van Dertigers.